Welkom bij gewoon alweer de volgende bierreview hier bij Pieren met Menno op YouTube, uiteraard. Hè. Vandaag is het vrijdag. Ik ga hem ook gelijk uploaden waarschijnlijk, als ik het goed heb. Vandaag is het tijd voor een New England IPA. New England Double IPA, als ik het goed heb. Nee, Double New England IPA. Hey, wel goed voorbereid, lekker jongen. Van een brouwerij, brouwerij Kees uit Middelburg. Ik heb van de week een paar bieren van brouwerij Frontaal binnen en een paar van brouwerij Kees. En ik denk, weet je, deze ga ik gewoon op het kanaal reviewen voor jullie. Hè. Het gaat om, nogmaals, brouwerij Kees met hun Have You Ever Seen the Haze? Double New England IPA van 8,1% aan alcohol. Hazy all the way. Check. Het is een herkenbaar blikje hè, natuurlijk van brouwerij Kees. Ik ben wel licht fan van brouwerij Kees. Als het sowieso om een alle bieren, of nou niet alle bieren, maar New England IPA is een van mijn favoriete bierstellen. Ook wel de Black IPA's, maar deze zeker in de top 3. Hops zijn Incognito, Quiet Pop, Centennial en Sabro, Malts, Golden Pommes, Tarwe, Haver, Yeast, Verdant en EBC is 17 en IBU is 18. En temperatuur, hij moet op, staat hier al, 12 graden gedronken worden. Nou, hij is waarschijnlijk iets koud. Maar hè, we gaan hem gewoon reviewen, uiteraard. We gaan een glas erbij pakken. Dit even hier neer. Glas erbij pakken en klein sisje. Ik had wel een grotere sis verwacht. En het is eigenlijk wat je. Nou, hij is lichtgeel. Ja, lichtgeel als hij in het glas uitschenkt. Gaan we hem helemaal in doen. Waarom niet, hè? Staat hij zo goed? Ja. En we gaan kleur, geur en smaak weer checken hier bij Bibemin, hoor. Kleur is, zoals je wel een beetje ziet en kan verwachten, geel en hees voor deze. Mooie witte schuimkraag. Eigenlijk niks om op aan te merken. Hij ziet er gewoon lekker uit. Ik ga even naar de neus. Ja, fruitig. Maar ook wel, hoe zeg je dat? Ben je scherp? Dat heb je af en toe met een New England IPA's. Hoppig. Denk vooral aan de ananas dan, van qua fruitsoorten, echt gewoon een tropisch fruitsapje, biersapje. Hey. Ik ga gewoon even een slok nemen. Ik zeg proost. Fruitig, wat ik verwacht had, hè. Wie verwacht dat niet bij een Double New England IPA? Ook een beetje scherp, een beetje grassig, fris. Hij is niet vol. Dat heb je ook wel soms bij New England Double IPA's. Maar dat heb ik bij deze niet. De 8,1% proef je ook wel. Ja. Mooi bittertje. Niet te heftig. Ook niet. Ik vind hem gewoon lekker. Lekker goed bitter. En fruitig. Hè? Fruitig, fruitig, fruitig. Schuimkraag is wel nu al weg. Of nou weg, minimaal. Dus waarschijnlijk als ik zo doe, op, is hij weer terug. Check. Nou ja, weet je. Ik ga een cijfer geven hier bij Bierman Menno voor Have You Ever Seen the Haze van Brouwerij Kees. Dat ruimt. Hey. Was niet de bedoeling. Ik krijg gewoon van mijn gewoon 7,5. Een 7,5 hier bij Bierman Menno. Laat me even weten of jullie dit bier van Brouwerij Kees Have You Ever Seen the Haze wel eens gedronken hebben hier beneden in de comments. Uiteraard, uiteraard. Ik ga ervan genieten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like deze video. Ben je nog een abonnee? Hier beneden, hè. Abonneer dan hier bij Bier met Menno. Zet gelijk even het belletje aan, want dan krijg je elke week sowieso één bierreview hier en soms twee. Ik doe mijn best, hè. Maar het blijft een hobby, hè. Het blijft een hobby. Ik ga er lekker van genieten deze vrijdagavond. Ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe bierreview. Hier uiteraard bij Bier Menno. Ik zeg proost.
En tot de volgende keer, maar weer.